Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom. Ja, welkom. Ik heb een verhaal gevonden, Peter, en daar wil ik het graag over hebben. Mm-hmm. Beste luisteraars, we zijn het al een aantal keer tegengekomen. Oorlog is no joke. Het is niet leuk. Natuurlijk vanwege politieke en economische redenen. Mm-hmm. Maar ook het lijden en de tol die het op mensen heeft. Ja. Weet je? En dieren ook, maar vooral de mensen die raken er kapot van. En het kost heel veel doden en gewonden en weet ik veel wat. Het is niet iets leuks. Nee. Maar het is wel heel interessant om over te praten. En er zijn wel hele bizarre verhalen. Ja, het is ook vooral, er gebeurt veel in de oorlog. Hè? Er is natuurlijk vaak een technologische ontwikkeling. Na een oorlog heb je opeens hele andere politieke verhoudingen met landen. Ja, het is heel interessant wat er allemaal gebeurt in zo'n korte tijd vaak. Ja, want mensen denken bij oorlog van, oh, het is altijd heel groot. Er worden hele grote vuilslagen en zo. Dat gebeurt niet altijd. Weet je, soms wel hoor. Uh-huh. En dit is de oorlog die we vandaag gaan bespreken, is er ook wel één van. Uh-huh. Want het is een beetje een... we hebben het natuurlijk al gehad over de Eerste Wereldoorlog. En dit is er wel een beetje een voorloper van. Oké. Okay. Weet je, zo rond 1880 tot 1914... was de wereld al in een soort van kwebbelende, beetje ruziezoekende staat, weet je? Want het was, oh, die vindt dit, die vindt dat. We waren allemaal een beetje aan het, een beetje nukkig, allemaal een beetje laten, oh, ik ben de top dog. Ja, maar ik ben de top dog. Dat is allemaal niet zo... Nee, een oorlog ontstaat natuurlijk niet spontaan om te zeggen... bijvoorbeeld 1914 is dan de Eerste Wereldoorlog begonnen. Ja. Maar er is natuurlijk wel heel veel aan vooraf gegaan, ja. Ja. Ja, en het is niet direct een voorloper... maar het heeft wel heel veel invloed gehad, denk ik. Want de Eerste Wereldoorlog wordt gezien als de eerste echt moderne oorlog. Hmm. Maar... deze oorlog, Peter, het was een beetje een voorafje, zeg maar. Een voorbode van wat voor carnage en wat voor slachtingen er plaats kunnen vinden met moderne wapens. En ook wat er gebeurt als je hele domme beslissingen maakt met modern equipment. tot aan hilariteit aan toe. Peter, ik wil met jou naar een minder bekend deel van de wereld. We zijn er niet heel vaak geweest, maar ik wil met jou naar Rusland en Japan. Want ik ga het over de Russo-Japanse oorlog hebben. Wauw, Russo-Japanse oorlog. Ja. Hmm. Het zit dus zo. Japan, na de restauratie van Meiji, dat de keizer kreeg meer invloed in Japan. Mm-hmm. Keizer Meiji dus, die werd keizer en die besloot van, we gaan westerse ideeën gaan we een beetje gebruiken en daar een beetje naartoe werken. Want het was duidelijk, weet je, de industriële revolutie heeft westerse landen op dat moment zeker gewoon heel machtig gemaakt. Dus het was wel belangrijk dat ze die technologie en manier van oorlogsvoeren, dat ze dat een beetje na gingen doen. Dat ze dat een beetje zich eigen gingen maken. Ja. En in de late 19e eeuw was dat dus ook wel gelukt. Hm. Weet je, waren ze wel een gemoderniseerde industriestaat. Ja. En ze wilden ook als gelijkwaardig worden gezien, hè, met de westerse machten. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar ze wilden ook hun eigen ding doen. Weet je? Dus ze waren ook wel een beetje aan het kijken van, oh, hoe kunnen we ons vergroten? Hoe kunnen we dingen koloniseren en zo?
Dus ze begonnen echt te lijken op de westerse machten. Beschaafd, Peter. Ja, beschaafd. Beschaving. Ze gaan beschaving verspreiden. Ja. Oh. Ja. Zo rond 1869 en 1873 was er een politieke discussie tussen de Japanse elite. Want ze vonden dat Korea aan hun toebehoorde. Oh. Ja, er was al wat aan voorgegaan. Japan is al een keer verslagen toen door admiraal Yi Shun Shin. Heel interessant verhaal, maar dat is ook honderden jaren daarvoor nog, volgens mij. Heel interessant verhaal, maar de Japanners die vinden dus dat Korea aan Japan te behoort. Mm-hmm. En er waren een aantal die zeiden dus van ja, we moeten ze nu annexeren. En anderen die zeiden van weet je, dat kan nog wel even wachten. We moeten eerst echt verder moderniseren voordat we Korea ten oorlog roepen. Hm. Want Korea was dus nog niet zo ver als Japan. Die was gewoon nog wat ouderwetser. Hoe noem je dat? Ja. Nou, daar wordt in mijn bronnen niet heel veel over gezegd. Nee. Dus dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval Korea, dat behoort aan Japan toe. Dat is een beetje het ding. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk wel, Japan was wel verder dan de meeste landen. Dus Korea was niet zo gemoderniseerd als dat ze nu zijn. Nee. En als de Japanners toen, zeg maar. Nee, precies, ja. Maar ja, er wordt wel gezegd van ja, weet je, er wordt een vergelijking gemaakt tussen ja, het feit dat Afrikaanse en Aziatische landen achterlopen, dat betekent dat ze minder waardig zijn, toch? Mm-hmm, yeah. Waren allemaal minder waardig. Luisteraars, even voor de duidelijkheid, zodat er geen communicatiemogelijkheden. Ik ben sarcastisch, ik vind dit verschrikkelijk. Het was hoe de mensen toen dachten. Ja. Ik ben ook niet trots op het Nederlandse verleden, want wij hadden er ook een handje van om mensen uit andere landen als minderwaardig te zien. Het is heel shit. Maar het is hoe ze dachten. Nou ja, het is nu natuurlijk ook hoe we met de natuur moeten omgaan. Weet je, je kan wel zeggen, ja, de natuur heeft geen. Maar de natuur is natuurlijk totaal ondergeschikt aan ons. En daarom moeten we ze juist beschermen. Om te zorgen dat. Weet je? Ik kan wel zeggen, ja, alle vogeltjes, wat boeit erbij. Maar ja, ik vind het wel fijn dat er vogeltjes zijn. Ja, weet je, je hebt iets nodig om je brein te stimuleren. En vogels, dat hoort nou eenmaal bij de wereld. Ja. En andere mensen horen bij de andere wereld. Maakt niet uit of je nou vindt dan van, ze zijn minder waardig dan jij. Ze zijn anders, niet minder waardig. Ik denk inderdaad, diversiteit, dat is het. We willen gewoon grote diversiteit, want dat is gewoon mooi. Ik wil graag horen van Polynesiërs en Afrikaanse verhalen. En ook Japanse verhalen natuurlijk. En ik wil niet de hele tijd horen van, we zijn veel beter dan zij. Ja. Maar dat was dus wel het ding. Dat zeggen mijn bronnen ook. Van Japan had een beetje sociale Darwin-ideeën van survival of the fittest. Wij zijn de sterken. Wij mogen iedereen innemen. En ze van, nee, alsjeblieft niet. Dat, weet je. Goed begin, ja. De educatie in Japan werd opgeschoold en Japanse militairen, of überhaupt Japanse scholen, maar ook soldaten. Heel veel schoolkinderen werden, of schooljongens, werden een beetje omgetraind tot soldaten. Mm-hmm. Dus ze werden geïndoctrineerd met Bushido, de weg van de krijger, hè, van de Japanners, van de samurai. Een heel, heel mooi systeem, weet je, heel veel over te zeggen. Maar het wordt een beetje verdraaid tot een hele oorlogszuchtige manier van denken. En tot op een zekere hoogte waren de samurai dat ook. Maar niet zo bloederig als dat het kan, blijkbaar. Nee, dat ging wel ook veel gewoon om orde en et cetera. Ja. Nu gaan we knokken. Dat is een beetje het idee erachter.
Nou ja, weet je, de normale mensen die leken ook wel een beetje uitbreiding te willen. Weet je. Die wilden ook wel knokken van, ah, dit is wat we willen. Ja, we zijn een groot land, wij verdienen dit gewoon. Ja, ja. En het was een oligarchie, hè? Dus vooral de keizer en een kleine reeks nobelen. Mm-hmm. Ja, ze probeerden wel een beetje volksrechten toe te dienen. Maar het was nog wel steeds vooral de oligarchie die keuzes nam. Ja. En maar grappig genoeg kwam het er wel nog steeds allemaal op neer dat Korea moest door iedereen ingenomen worden. Ja, nee, Korea dat hoort gewoon ja, bij ons. Korea hoort aan Japan toe, ja. En dat is dan wel grappig, want Rusland, dat was een grote westerse keizerlijke macht. Mm-hmm. Die, weet je, die wilde ook wel naar het oosten uitbreiden. Ja, die zitten aan elkaar vast daar. Ze waren al een beetje naar Centraal-Azië, naar Afghanistan, waren ze al een beetje toegetrokken. Ze hadden Polen, hadden ze wat van. Ze namen de Trans-Siberische spoorlijn, hebben ze toen afgelegd natuurlijk. Mm-hmm. Om een treinspoor naar de haven in Vladivostok te maken. Ja. Dus ze probeerden echt een beetje hun invloed uit te breiden. En er was dus ook een beetje een schermutseling. Want er was een Tsushima-incident. En daar heeft Rusland dus direct... De Japanners aangevallen, zeg maar, door Tsushima aan te vallen. Hmm. In 1861. Dus er waren wel spanningen. Ze maakten het al lekker spannend. De Japanners die begonnen dus eigenlijk met iedereen te knokken. Want ja, je hebt meerdere Sino-Japanse oorlogen gehad. Of de Chinees-Japanse oorlogen. Oh ja, Sino. Oké. Okay. Ja, de eerste oorlog. Die het Japanse keizerrijk vocht na de Meiji-restauratie was dus tegen China in 1894 tot 1895. Mm-hmm. En het ging een beetje over de controle van Korea. Mm-hmm. Oh, ja. Dat rijmt. Ja, mooi. Maar ja, weet je, die was onder controle van de Joseon-dynastie. Dat was een Koreaanse dynastie. Mm-hmm. Maar ja, het ging er dus een beetje om van wie mag Korea besturen. Ja, de Koreaanse dynastie, de Joseon-dynastie in mm-hmm. Korea, heb je niet echt... ja, je hebt wel een koning, maar het is meer gedeeld in facties. Oké. Okay. Dat wilden ze graag. Er was steeds een koning, maar eigenlijk wilden andere mensen het ook wel. Mm. Dus er waren dus meerdere facties. En er was ook een conservatieve factie en die waren pro-Chinees. En er was een meer reformerend kamp en die waren pro-Japans. Wauw, oké. Okay. Dus, er was in 1884 was er ook een pro-Japanse coup. En die werd door China neergeslagen. Ja. Yeah. En nog een opstand van boeren die werd neergeslagen. Of die werd door vraag van de Koreaanse regering. Werd die neergeslagen door de Qing-dynastie uit China. Mm-hmm. En het Japanse keizerrijk stuurde hun eigen kracht daarop om de tonghak te verslaan. Mm-hmm. Zeg maar, de tonghak, dat waren dus een soort van geleerde gelovigen. Ja. En die werden dus verslagen door de Japanners. En de Japanners maakten een poppenstaat van Korea. In Seoul. Dat is dus wel gelukt, oké. Okay.
Ja, dat is gelukt. Maar China was het er niet mee eens. Nee. En ja, die verklaarde de oorlog aan Japan en werden vervolgens keihard in de pan gehakt. Hmm. Want een gemoderniseerde staat tegen een staat die dat wat minder is, is vaak een afslachting. Nou ja, de vloot werd verslagen, de troepen werden op de vlucht gejaagd. Het was echt een... ja, een grote overwinning voor Japan. Hmm. Wauw. Okay. En maar het is natuurlijk ook zo, China was natuurlijk... Het is wel heel groot China, maar het was nog niet zo verenigd, hè? Nee, het was echt met facties en verschillende kleine landjes. Ja, China is lastig. Yeah. Ja, heel lastig. Zeker omdat er ook ja, kolonisatie aan de hand was en... Ook toch niet. Ja. Okay. Ja. Maar er was dus een vredesverdrag. Het verdrag van Shimonoseki. Dat werd door China en Japan besloten. Hmm. En hierna dwongen Rusland, Duitsland en Frankrijk om weg te gaan uit de Liaodong-oever, zeg maar. Mm-hmm. Dat gebied. En... De Japanners die hadden zoiets van, nou, weet je, ik denk niet dat we de drie grote machten tegelijk aan kunnen. Dus nee. We doen het maar. Ja. Maar ja, ze bleven wel proberen om Korea een beetje onder Japanse invloed te krijgen. Okay. Ja, en vervolgens werd koningin Min in 1895 werd vermoord. Ze was anti-Japans en pro-Chinees. Mm. Door rebellen natuurlijk. Japanse agenten. Mm-hmm. Ja, dit zorgde ervoor... Ja, weet je, toch wel verrassend. Maar niemand in Korea wilde meer Japanse invloed. Oh, ja. Yeah. Oh. Ja. Ah, jullie vermoorden onze koningin. Oh. Ja, zijn we blij mee, man. Je zou zeggen dat als je bemoeit in een ander land, dat helpt. Weet je, dat Peter, Indonesië is veel beter geworden door Nederlandse invloed. Oh, och, nee, zo veel beter. Ja. Nog steeds sarcastisch. Koning Gojong, die vluchtte naar de Russische ambassade. Mm-hmm. In Seoul, want hij was toch wel een beetje bang dat zijn leven in gevaar was. Ja, dat snap ik wel, ja. En toen kreeg Rusland opeens een beetje invloed in Korea. Hmm. Ja. Het is wel gek eigenlijk, zo'n landje dat dan in het midden zit en dan echt alle kanten op geduwd wordt. Ja, dat is een beetje... Ja... Weet je, dan willen verschillende landen iets en die gaan dan een beetje bepalen over een landje wat het moet doen. Ja. Dat is heel vaak voorgekomen. Ja, zeker. Ja. Zeker. In 1897 nam Rusland eigenlijk de invloed over van de Liaodong gebied en de oever, zeg maar, aan van zee. Mm-hmm. En daar hebben ze Port Arthur, oftewel de havenstad Arthur, gemaakt. Okay. De Lushun-haven in Liaoning. Ja, daar maakten ze hun haven om de Pacifische vloot te maken, zeg maar. Ja. Want ze hebben niet echt... Rusland heeft niet van zichzelf een haven waar ze makkelijk een vloot kunnen gebruiken. Mm. Want ze hadden een vloot in het Baltische gebied. Ja. Maar dat wordt altijd koud en bevriest heel vaak. Ja, lastig. Dus dan heb je niks aan een vloot. Nee. Ja. Dus daarom wilden ze dus eigenlijk wel een haven met warm water. En daar gebruikten ze dus China voor, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ja, de Baltische vloot wordt later nog belangrijk. Hou hem in gedachten. Ja, precies. Het wordt heel grappig. We bouwen op naar we bouwen op naar meer. Dat gingen ze maken. Het was vooral anti-Brits. Oh. Zeg maar, om een beetje... want
iedereen was tegen iedereen en het Britse Rijk was toen heel groot. Dus het was vooral anti-Brits. Maar de Japanners vonden natuurlijk, ja, dit is natuurlijk hartstikke anti-Japans. Ja. Ja. Nou ja, ja. Weet je, dus ja, die waren zo van, hey, dit kan niet. Ja, en er werd heel veel machten gingen dus allerlei havens bouwen in China en spoorlijnen. En ja, de Japanners waren het er niet mee eens. Nee. Nee, ik zou ook wel een beetje nerveus worden, maar goed. Ja. In 1897 kwam er dus een Russische vloot die kwamen rond de Arthurhaven. Ja. Na 3 maanden onderhandelde China met Rusland om dus de haven aan Rusland echt te geven, zeg maar. Oké. Ja. En ja, eigenlijk was het al voorbereid, want ja, ze gingen dus echt aan de slag om de havenstad, ze waren er al mee bezig, maar om de havenstad van hun te maken. Mm-hmm. Ja, ja. Want ze hadden dus warm water en ze konden echt een vloot gebruiken. Mm-hmm. Dus namen ze hem echt in. Ze maakten een nieuwe spoorlijn van Harbin, dat is in China, in Heilongjiang, in de Heilongjiang provincie, mm-hmm. naar Mukden, naar de Arthurhaven. Mm. Ja. En ja, deze spoorlijn, dat zorgde ervoor dat er een opstand kwam in China. Misschien kennen mensen deze, de bokseropstand, Boxer Rebellion. Hmm. Boxers die verbranden dus de stations. Ja, ja. Ja. En dat was echt wel, ja, dat was een soort van internationaal ingrijpen. Er waren echt wel een aantal landen bij betrokken, zeg maar. Hmm. Ja. En Rusland en Japan ook. En er schijnen zelfs Nederlandse mariniers te zijn geweest, maar die hadden waarschijnlijk wel, die waren waarschijnlijk minder van invloed. Ja, er was een 8-landige alliantie die troepen stuurde naar de bokseropstand. Zowel Japan als Rusland. En de Russen die vielen dus Manchuria binnen. Mm-hmm. Dat is een gebied in China. Maar nog de Qing, dus China zelf, nog de boksers waren het ermee eens. Dus die gingen samenwerken om zich in te zetten tegen de Russen. Ja, ja. En de boksers zijn natuurlijk gewoon Chinese mensen, hè? Maar dat ja. heette toen Chinese boxing. Dus mensen die martial arts deden. Ja. Boxers. En ja, eigenlijk werd Manchuria werd een beetje ingenomen door Rusland. Okay, ja. Ja, Russische troepen die maakten zich het thuis. En ze zeiden van ja, na de oorlog dan gaan we wel weer weg hoor. Maar in 1903 zaten ze er nog. En hadden ze zichzelf dus ingegraven in Manchuria. Oh. Ja, Ito Hirobumi. Een Japanner. Die ging onderhandelen met de Russen. Want ja, dit kan natuurlijk niet, hè. hij dacht ook van ja, Japan is niet sterk genoeg om de Russen militair aan te pakken. Mm-hmm. Oh, so much foreshadowing. Mm-hmm. Hij zei van, nou weet je, als jullie nou Manchuria houden, dan willen wij wel controle van Noord-Korea. Of van het noorden van Korea. Toen was het nog niet Noord-Korea, nee, maar het noorden van Korea. Ja. Ja, heel lastig. Wereldpolitiek is een van de lastige dingen ever. En Zuid-Korea is zo modern en top of the world inmiddels. Hè? Ja, het is bizar. Yeah. Maar ja, er is natuurlijk heel veel ingestort. En het is fijn dat ze zo goed zijn geworden, want blijkbaar is daar dus ook mee gesjoemeld. Mm, staten als Polen en Korea, dat zijn altijd maar, en Afghanistan ook, en India zijn allemaal
en Yulon zijn allemaal speelgoedjes van grotere, sterkere landen geweest. Mm, yeah. En dat ze nu een beetje hun eigen ding kunnen doen, ben ik heel blij mee. Ja, zeker. Want ja, no bueno. Mm-hmm. Maar ja, ze waren er een beetje mee bezig. Ja, ze waren aan het onderhandelen, zeg maar. Maar er waren meer dingen aan de hand. Dat is een beetje... Japan had met Groot-Brittannië hadden ze ook de Anglo-Japanse alliantie gesloten. Want de Britten die wilden minder competitie van de Russen op marinegebied, zeg maar. Oh, oké, okay, ja. Ja, dus... dus deze extra haven staat daar een beetje tegenover. Ja, ja. Ja, weet je, de Arthurhaven is toch een beetje een dreiging voor Britse invloed. Ja, zeker. En deze alliantie betekende dat als een natie zich met Rusland zou binden, of als een natie Rusland zou helpen tijdens een oorlog die Rusland tegen Japan voert, dan zou Groot-Brittannië meedoen aan de kant van Japan. Ja. Dus Rusland moest het zelf doen, want... Duitsland en Frankrijk wisten ook wel dat het gevaarlijk kon zijn om Rusland te helpen. Mm-hmm. Want Groot-Brittannië was groot op dat moment. Okay. Echt heel groot. Ja, heel sterk. Ja. En toen had Japan zoiets van... Hey, maar dit is even fijn. Nu kunnen we gewoon knokken met de Russen. Mocht dat nodig zijn, natuurlijk. Mm-hmm. Ja, keizer Wilhelm, die was wel voor het uitbreiden van Rusland. Want... Mm-hmm. Zij stonden voorop bij het tegendringen van de Yellow Peril. Oh ja. Yeah. Ja. Angst voor de Aziaten. Angst voor Aziaten. Angst voor de Chinezen. Ja, angst voor de Japanners. Mm. Oh, wat waren we toen nog racistisch. Ja. Nog steeds wel. Yeah. Maar toen was het gewoon niet eens subtiel. Nee. Nee. Echt. Nee, ja, ja. Dus ja, Wilhelm die was natuurlijk zo van, ja, Rusland, ga knokken met Japan, dat zijn minder waardig en zo. Anders wordt ze te groot en nemen ze alles over. En, Ja, Frankrijk was het dus niet mee eens en Frankrijk was dus wel een bondgenoot van Rusland. Oh, oké. Okay. Oh, foreshadowing. Dus ja, het is echt, het spreekt over... verschillende allianties en hoe dat zou opbreken en zo. Mm-hmm. Oh ja, dit zou ervoor kunnen zorgen dat de Frans-Russische samenwerking kan opbreken. En dus ja, de Franse premier die zei ook van, weet je, de Franse-Russische alliantie die geldt alleen in Europa, hè, niet in Azië. En als Japan jullie aanvalt, dan sta je er zelf voor, hoor. Oké. Ja, en Theodore Roosevelt, zo'n goede gozer. Ja. Ja, sommige gebieden wel, sommige niet. die probeerde een beetje te mediaten. Die zei van, dit is niet de bedoeling. Want de Duitsers die waren toch een beetje de Russen aan het opfokken. Dus ja. Ja, dat Yellow Peril, dat is niet helemaal handig. Maar vooral ook omdat het dus aan het opfokken was. Niet van, oh, het is een beetje onethisch. Nee, het is, weet je, de onderhandelingen werken er niet door, vriend. Mm-hmm. Ja. Roosevelt die heeft ook geschreven van, ja, Wilhelm, jij hebt hier verantwoordelijkheid voor. Want ik heb alles gedaan wat ik kon. Dus ja. Ja, de Russen die zijn nu ongeïnteresseerd om te compromisseren. Want ja, Tsaar Nicolaas, de baas van Rusland, mm-hmm. een soort van koning, tsaar, die dacht van, weet je, als Japan ons aanvalt, dan gaan de Duitsers ons wel helpen. Even een spoiler. Ik zag geen beschrijving van Duitsers die Rusland hielpen tijdens deze oorlog. Nee. Dus dat wordt nog wat. Maar het is ook allemaal zo ver weg, hè? Ik bedoel, kijk, Rusland zelf ook. Het land strijkt wel tot en met Azië. Alleen dat gebied is laag bevolkt, hè? Ja.
Dus het is ook, ja, maar voor Duitsland toch helemaal. Wat hebben ze nou weer te zoeken in Korea en China? Het is allemaal zo ver weg van je werkelijke land. Ja. Zo. Nou ja, er werd heel veel geonderhandeld. Yeah. Hè, van Japan moet gestopt worden. Wilhelm die speelde zijn eigen spelletje. Mm-hmm. Yeah. Want die waren bezig met het Tirpitz-plan. En dat was het Duitse plan om de wereld over te nemen door invloed op zee. Net zoals het Verenigd Koninkrijk op dat moment eigenlijk al had gedaan. Ja. Yeah. Ze wilden heel graag Groot-Brittannië's positie van grootste macht in de wereld overnemen. Mm. Dus ze probeerden heel erg Rusland te gebruiken als een manier om hun invloed uit te breiden. Ja, oké, op die manier. Maar goed, blijkbaar dus niet zo van, oh, Rusland zie je een probleem, laten we ze helpen. Nee, want het bleek dus dat, zoals beloofd, de Russen zouden weggaan uit Manchuria nadat de Boxeropstand was onderdrukt. Ja. Maar één probleem, dat deden ze niet. Ja. De Japanners die wilden graag dit. Een gelijkwaardig respect naar de onafhankelijkheid van Chinese en Koreaanse. Nou, weet je, dat ze beide allebei de mogelijkheid geven om industrie van Indië landen mogelijkheid te geven. De belofte dat Japan en Rusland allebei niet de ontwikkeling van de industriële en commerciële activiteiten van Japan in Korea en Rusland in Manchuria te ondermijnen, zeg maar. Oké. Okay. Dat mochten er troepen nodig zijn van Japan in Korea en Russen in Manchuria, dat ze niet, dat er niet meer troepen worden gestuurd dan nodig. En dat als het klaar is, dat ze dan weer terug worden getrokken. Ja, een beetje zo van, anders wordt het te dreigend, zeg maar. Ja. Dus anders wordt verdacht, als er te veel troepen zijn, dan is het zo van, dat is niet de afspraak. Want nu lijkt het een beetje alsof je wil oorlog voeren met ons. Ja, precies. En het recht aan Japan om advies te geven over Korea en hoe het daar geregeld kan worden. Mm-hmm. En nog over de spoorlijnen in Manchuria en voor Japan om Korea in te nemen indien nodig. Mm-hmm. Om ze te beschermen, zeg maar. Ja, ja. En Roman Rosen, Russische minister, die gaf deze voorwaarden. Die was zo van gelijkwaardige rechten rondom de integriteit van het Koreaanse Rijk. Mm-hmm. Dat ze niet, Rusland niet industriële en commerciële ondernemingen van Japan in Korea zouden dwarsbomen. Dat Rusland de interesse van Korea en het recht van Japan om Korea assistentie te geven zonder daar inbreuk te doen. Mm-hmm. En erkenning dat Japan het recht heeft om, zonder dat dat er meer troepen worden gestuurd dan nodig. Ja. Yeah. En dat er in Korea van de 39ste parallel als een soort van neutrale zone wordt gezien. En dat niemand daar, of van de Japanners en de Russen, dat die daar troepen zouden mogen. Hm. Ja. Oké. Okay. Dus Rusland nam steeds meer stappen terug. Maar Japan, er begon steeds meer een link te komen tussen Korea en Manchuria. En die Japanners die hadden natuurlijk zoiets van, ja, weet je, we hebben nu een beetje een steun in de rug. Want
Groot-Brittannië staat een soort van achter ons. En ja, de Verenigde Staten ook. Hm. Ja, keizer Gojong uit Korea, die had ook zoiets van, ja, volgens mij is wat Japan en Rusland zo boos op elkaar maken, toch Manchuria. En die was er van, ah, weet je, ik blijf neutraal. Oh. Dus yeah. Ja, wat ik heel goed snap. Yes, ja, zeker. Ja. Ja, en Hu Wede, de Chinese ambassadeur in Sint-Petersburg, die was zo van, nou, weet je, ik ga wat is handiger, een Japanse of een, en dan was zo van, ah, weet je, een Japanse overwinning is wel beter voor ons. Mm, dus, yeah. Ja, weet je, we blijven neutraal, maar Japan is wel de enige macht die in staat is om Rusland een beetje weg te sturen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, Wilhelm die stuurde weer brieven over naar Nicolaas. Want ja, heilig Rusland, jullie zijn gekozen door God om het hele witte ras te redden van de Yellow Peril. God damn it. In ieder geval, ze zijn uitgekozen door God. Ik begrijp. En ze willen een grootmacht worden. Ja, natuurlijk. En het is natuurlijk een harde slag als Rusland Japan verslaat. Want dat is ook een slag voor Britse diplomatie. Want dan zou Duitsland natuurlijk de admiraal van de Atlantische Oceaan en Rusland de admiraal van de Pacifische Oceaan worden. En dan gaan ze Eurazië samen overheersen. Ja, okay. En dan kunnen ze samen de Britse zeemacht aan. Ja, Nicolaas was op zich wel bereid om te onderhandelen met, om te compromisseren naar Japan. Maar toen kreeg hij een letter van Wilhelm en die zei dat hij een lafaard was. Ja, en daarin stond bescherm het Japanse ras, iets over de Yellow Race, de Japs, racist. Nicolaas was nog zo van, ik wil wel vrede. En Wilhelm die schreef, wauw, jij onschuldige engel. Dit is echt de taal van een onschuldige engel, maar niet van een witte tsaar. Oh, ja, nee, inderdaad. Ja. Ja. Ja, vrede, dat is... Ik hoop dat Wilhelm zich beseft dat 100 jaar later mensen nu keihard neerkijken op zijn... Domme uitspraak. What the... Je ziet dat als andere landen zich met de politiek van anderen bemoeien, dat het helemaal fout gaat. Het is echt zo... Echt. Dit zorgde er dus voor dat diplomatieke oplossingen eigenlijk niet meer nodig waren. Ja, hij wil gewoon knokken. Hij wil gewoon de Japanners daar weg hebben. En of het de bedoeling was van Tsaar Nicolaas, of het de bedoeling was om Russisch nationalisme op te krikken, ik weet het niet. Scholars zijn het er nog niet zo over eens, geleerden. Okay. Ja, maar ze waren wel agressief bezig in Manchuria. Ja, ja. En... Rusland die heeft natuurlijk gewoon misrekend dat de Japanners niet zouden vechten. Want Rusland heeft natuurlijk een veel sterkere landmacht en zeemacht. Mm. Oh, foreshadowing. Want deze gele aapjes, die zijn natuurlijk minder waardig, weet je. Rusland is superieur. Dat moet toch makkelijk lukken, gewoon een oorlog van hun weer. Ja, dit gaat lukken. Mm-hmm. 8 februari 1904. Japan die verklaarde oorlog aan Rusland. Yes. Shocking, I know. Maar 3 uur voordat
de Japanse verklaring aankwam, want het ging toen per telegram, dat ja, ging ja, iets ja. minder snel. had de Japanse marine de Russische Verre Oostvloot in de Arthurhaven hadden ze al aangevallen. Hmm. Ja, Tsar Nicolaas was natuurlijk helemaal geschokt. Hoe kan Japan nou een aanval doen zonder dat ze eerst de oorlog verklaren? Ja. Zijn ministers zeiden hem van ja, de Japanners zullen niet aanvallen. Dus ja, de tsaar was helemaal in shock. Ja, Rusland die verklaarde 8 dagen later de oorlog. Oké. En Japan die was er van, ja, jullie hebben Zweden toch aangevallen in 1808 zonder, zonder oorlogsverklaring. Dus ja, maakt niet uit. Ze vielen de Arthurhaven aan. Ja. En de vloot werd verslagen. En wat doe je dan? Ja, je belegert het fort. Ja. Nou, kijk, admiraal Togo Heihachiro. Die gebruikte een torpedobootvernietiger. Een torpedobootjager, zeg maar. Een anti-torpedobootwapen. Ja, ja. En die begon dus de aanval op de Russische schepen in de Arthurhaven. Hmm. Ja, deze aanval beschadigde de Tsarevich en de Retvisan. De grootste slagschepen. Oh, ja. In het Oosterse gebied van de Russen. Mm-hmm. En de Palara. En dat ging eigenlijk, deze schermutselingen, dat werd echt een zeeslag. En het bleef een beetje onbeslist. Dus de Japanners konden niet echt de Russen verslaan. Mm. Of, nou ja, de zeeslag beslissen, want de Russen hadden ook batterijen op de kust, die samenwerkte met de Russische schepen. En toen op 10 februari, een dag na de slag om de Arthurhaven, toen kwam dus echt de oorlogsverklaring. Mm. Ja, er was nog meer actie bij de Arthurhaven qua zeegebied. Togo die probeerde aanvallen op verschillende Russische schepen. Maar dit zorgde er wel voor dat de Russische vloot niet echt uit de Arthurhaven kon ontsnappen. En echt de zee op, zeg maar. Mm-hmm. Er kwam ook een slag op de Gele Zee. Die werd ook, dat werd ook onbeslist. Maar de Russen konden maar niet uitbreken, zeg maar. Mm. Okay. Dus ja. Ze waren dus toch best wel aan elkaar gewaagd nog qua... Ja, nu nog wel. Ja, okay. Maar er kwam ook een belegering van de Arthurhaven. De Japanners die gingen dus de stad beschieten en omsingelen. Mm-hmm. En van versterkte heuveltoppen over de haven gingen ze frontaal aanvallen. Mm. Dit is moderne oorlogsvoering, Peter. Mm-hmm. Dat gaat niet zo goed. Dus de Japanners die verloren echt duizenden mensen. Heel slim, heel slim. Je mensen op een volle frontale aanval sturen. Dat gaat altijd goed met volautomatische wapens. Yeah. Dus dat lukte niet. Maar pogingen om de stad te redden, dat lukte ook niet. Zeg maar, via het land, door Rusland. Want de Japanners zaten wel ingegraven. Dus ja, dat ging niet zo goed. Mm-hmm. De Britten, die vonden dit allemaal wel leuk. Die gingen helpen met informatie voor de Japanners, zeg maar. Dus, mm-hmm. Yeah. Want ja, die hadden zoiets van, de Duitsers en de Russen, die vertrouwen we niet helemaal. Op 1 mei in 1904 kreeg je de slag om de Yalu-rivier. Mm-hmm. Dit was eigenlijk de eerste echte landslag van de oorlog. Want natuurlijk, je had de Arthurhaven, maar dat is een belegering, dat werkt echt net anders. Ja, ja.
Het was de bedoeling van Japan om heel snel grond te veroveren in Manchuria. En de Russische strategie was bedoeld om de Japanners hiervan te weerhouden, zodat versterkingen konden komen via de Trans-Siberische spoorlijn. Mm-hmm. Maar die was nog incompleet. Dus, dus ze moesten dat aanleggen en zo. Mm-hmm. Ja, de Japanse troepen die bestormden de Russische positie nadat ze de rivier over hadden gestoken. Mm-hmm. De Japanners versloegen de Russen, want de Russen dachten dat de Japanners een makkelijke vijand zouden zijn. Mm-hmm. Ja, dat, dat wordt een zure smaak in de mond. Mm-hmm. Maar de Japanse troepen die landen dus op verschillende punten in Manchuria en versloegen de Russen in verschillende landslagen, maar dus ook bij de Yalu-rivier, mm-hmm. waar werd gevochten. Nou, nu vindt dus ook de eerder genoemde slag om de Gele Zee plaats. Deze is onbeslist, maar Togo wilde graag het Russische vlagschip zinken, maar een ander schip, de Red Vizan, die redde het vlaggenschip van de Russen door admiraal Togo's vuur weg te leiden, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Oh, en dit is wel interessant. Het was een lange afstandsduel, zeg maar. Het was echt een gevecht tussen kanonnen en hele, hele verre afstand. Ja, gaaf. Ja. Dus ja. Ja, dit was niet zo handig. De Pacifische vloot was natuurlijk in de haven. De Arthurhaven was belegerd. Peter, mm-hmm. hier is actie nodig. Ja, precies. Ja. Ja, nee, dit kan niet. Tsaar Nicolaas, weet je, want wat doe je als je te weinig troepen hebt, Peter? Je stuurt versterking natuurlijk. Je stuurt dan versterkingen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar hadden ze die dan nog wel? Hadden ze niet alle soldaten hierop? Nee, nee. Want Peter, weet je, Rusland heeft misschien niet heel veel zeegebieden. Mm-hmm. Maar ze hadden wel een gebied in de Baltische Zee. Oh. Daar hadden ze ook een vloot. Oké. Okay. Dus het is wel een geniaal idee. We sturen een vloot die in de Baltische Oceaan ligt, mm-hmm. helemaal naar Japan. Ja. Ja. En hier nog het genialere idee. We kunnen niet langs de Noordpool, want die is natuurlijk bevroren. Dat gaat niet werken. Ja, kijk, de Baltische Zee, dat zit onder Zweden, ja. zeg maar. Ja. Dus... Ja, dat, dat ja. zit echt gewoon... helemaal in Scandinavië, zeg maar. Dus ja. Oké, okay, dus versterking, een schip als versterking. Ja. Maar die moet er nog even heen varen. Ja, nou niet een schip, Peter, een hele vloot. Oh, ja, een vloot natuurlijk. Ja, 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 precies. Een vloot uit de Baltische Zee. Wauw. Naar Azië. Nou, dan ga je natuurlijk door het Middellandse zeegebied, door het Suezkanaal. En dan ben je er zo. Toch? Toch? Sure. Ja, ja, geniaal idee. Ja, nee, ik voel hem komen, Peter. Mm-hmm. En oh, ik heb zo lang gewacht om dit te zeggen. Wie gaat deze geweldig strategische, super, echt master move leiden? Enter Zinovi Rozesvenski. Wat een goede naam. Ja, Rozesvenski. Een Russische admiraal. En hij was de zoon van een physician in Sint-Petersburg. En op 17-jarige leeftijd ging hij bij de Russische marine. En hij is afgestudeerd als zeekadet. En hij kon Engels en Frans spreken. Dit studeerde hij in de Mikhailovsky Artillery Academy in 1873. Eerst werkte hij bij de Baltische vloot.
Daarna ging hij even naar de vloot in de Zwarte Zee. Mm-hmm. Hij heeft gevochten in de Russo-Turkse oorlog. Ja, ja. Op een geweerboot, de Vesta. Nou, hij heeft wel wat actie gezien, zeg maar. Hij bood zichzelf aan om de eerste aanval tegen de Turkse oorlogsschepen aan te vallen. Mm-hmm. En zijn torpedoboot kwam klem te zitten in een soort van zeeobstakel, zeg maar. Oh nee. Ja. En de Turken die sloegen hem terug. Mm-hmm. Maar de vijanden die bleven ongedeerd. Hij vocht daarna. Hij was nog steeds. Werkte niet op de Vesta. En toen vocht hij tegen het Ottomaanse slagschip. De Fethi-Bulent. Jij kan dit waarschijnlijk beter uitspreken dan ik, Peter. De Fethi-Bulent. Ja. Ja. En daar vocht hij 5 uur tegen. Hoe het afloopt, dat heb ik niet gevonden. Hmm. Maar hij kreeg er wel een orde van Sint Vladimir en orde van Sint George. Oh, ja. Kreeg ja, hij ervan. Ja. En hij werd gepromoveerd tot luitenant-commandant. Lekker bezig. Ja, ja dus... Hij klinkt dan eigenlijk op zich redelijk competent. Ja, best wel, maar het blijkt dus dat hij zijn rapporten heeft gefalsificeerd en dat de VI-Bulent is ontsnapt met niet heel veel schade. Dus ja. Okay. En het grappige was, dat deed hem niks. Hij had nog steeds een goede carrière. Denken we. Dus ja, hij had nog wat actie in Bulgarije en... Daar had hij een plan voor om dat te verdedigen. Hij deed allerlei rondvaren. Dus hij was een vrij goed, toch wel een vrij ervaren zeeman. Ja, ja. Dus deze man stuur je natuurlijk op het beste plan ever. Zeker weten. Ja, nou, dus we gaan natuurlijk... op pad met de nieuwe Baltische, maar dus nu de tweede Pacifische vloot. Mm-hmm. Maar dat worden ze pas als ze in het Pacifische zeegebied aankomen. Maar Peter, ja? Dat wil ik graag bespreken in de volgende aflevering. Oh nee, cliffhanger. Yay! Beste luisteraars, volgende aflevering ga ik het hebben over de reis van de eerste Baltische vloot. Die veranderde in de tweede Pacifische vloot. Het wordt een geweldige reis vol met triomfen, nederlagen en echt een van de meest bizarre verhalen die ik ooit heb gelezen. Probeer er niet over te lezen, maar het is hilarisch. Ja. Peter, het was een beetje een politiek depressief verhaal. Zeker, zeker. Ja, erg oorlogachtig, ja. Ja, ja, en dat gaat zeker verder in volgende aflevering, maar stay tuned. En Jos Vidania. Sayonara.